Hallo allemaal. Ga lekker zitten. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. Hartstikke hartelijk welkom bij de Kinderuniversiteit. De Knight University Junior moet ik officieel zeggen. We gaan een hele interessante college aan jullie krijgen. Een echte wetenschapper hier aan onze universiteit. Dat is Tila Pronk. En het gaat over een onderwerp dat iedereen denk ik wel heel herkenbaar vindt. Over vriendschap en spelen met je vrienden. En wat daar zo leuk en bijzonder aan is. Dus ik wens jullie allemaal heel erg veel plezier vanavond. En dan geef ik nu het woord aan Tila. Yes. Dankjewel. Nou, wat superleuk dat jullie er allemaal zijn. En precies om 6 uur, het moment dat het festival ook officieel gaat beginnen. En dan zijn jullie hier bij mij. Ik voel me heel erg vereerd. Te gek dat jullie er zijn. Ik zie mensen zwaaien. Ja, kom snel binnen. Kom, het kan nog. Vanavond ga ik jullie iets vertellen over samen spelen. Nou, waarschijnlijk weten jullie allemaal al lang dat samen spelen hartstikke leuk is. Dus samen spelen met je vriendjes is gewoon te gek om te doen. Daar hoef ik je waarschijnlijk niet van te overtuigen. Alhoewel, sommige kinderen vinden het ook juist heel fijn om alleen te spelen. Maar vanavond gaat het dus over samen spelen. Voordat ik daar van alles over ga vertellen, dacht ik, ik vertel eerst iets meer over mezelf. Dit ben ik, op de foto. Mijn naam is Tila Pronk en ik werk als universitair docent bij de afdeling sociale psychologie. En dat betekent eigenlijk dat ik dus lesgeef aan studenten en ik ben sociaal psycholoog. Nou, dan denk je misschien, wat is nou weer sociale psychologie? Nou, een sociaal psycholoog gaat eigenlijk onderzoek doen naar het gedrag van mensen in groepen. Dus op welke manier gedragen mensen zich? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Dus bijvoorbeeld, jullie zitten hier nu allemaal in deze ruimte. Jullie zijn allemaal aandachtig naar mij aan het luisteren. Jullie zijn stil. Op die manier beïnvloeden jullie elkaar ook. Want als iedereen stil is, dan merk je dat dat eigenlijk een soort van besmettelijk is. Dus dan wordt iedereen stil. Als een groepje mensen begint te kletsen, dan gaan er meer mensen kletsen. Dat noemen we beïnvloeding. En dat is eigenlijk wat er altijd gebeurt. Als mensen samen zijn, dan beïnvloeden ze elkaar. Ze hebben als het ware een effect op elkaar als domino steentjes. Eentje doet iets en de ander gaat het ook doen. Dus dat is eigenlijk wat sociale psychologie is. En dan heb je ook nog weer heel veel verschillende soorten sociale psychologie. En ik doe onderzoek heel specifiek naar één onderwerp, namelijk de liefde. Liefde en relaties, dat is mijn onderwerp. Dat vond ik super interessant. Al vanaf dat ik heel jong was, een kind, vanaf dat ik denk echt wel dat ik 6, 7 jaar oud was, wilde ik al altijd alles weten over relaties. Nou, waarschijnlijk gebruikte ik toen dat woord relaties niet. Maar ik vond vriendschappen wel heel erg interessant. Ik wilde heel graag vriendjes maken, net als de meeste kinderen. En soms vond ik het ook niet leuk wat een vriendje of een vriendinnetje deed. Dan werd ik boos op een vriendje. En ik merkte dat me dat echt heel erg veel pijn kon doen als er iets met een vriendinnetje meestal niet zo leuk was. Dus dat herken je misschien zelf ook wel. Dat ik dan echt dacht, waarom voel ik me nou zo rottig? Dus vanaf dat ik heel jong was, wilde ik dat al graag begrijpen. Hoe het nou kan dat de mensen die heel belangrijk voor je zijn, zoveel invloed op je hebben. En vooral op je gevoelens. En toen ik wat ouder werd, toen werd ik ook verliefd. En dat weet ik ook nog heel goed. Dus toen ik denk dat ik misschien 12 of 13 was, dat ik voor de eerste keer verliefd was. En oh mijn god, dat vond ik zo spannend. En toen wilde ik daar ook alles over weten. Nou, zo is het eigenlijk mijn hele leven lang ben ik super geïnteresseerd geweest in vriendschappen, relaties met mensen die heel dicht bij me staan en verliefdheid. En daar ben ik dus veel later, ben ik psychologie gaan studeren. En toen kwam ik erachter dat je daar ook gewoon je werk van kan maken. Dat had ik nooit kunnen denken. Dus nu is mijn werk onderzoek doen naar de liefde. Nou, dat is toch een te gek beroep, zou ik denken. Misschien denk je, ja, dat vind ik helemaal niet te gek, maar ik ben niet alleen maar onderzoeker. Ik doe namelijk nog heel veel meer andere dingen. En dat is misschien ook wel leuk voor jullie om te weten. Ik geef bijvoorbeeld les hier aan de universiteit. Heel veel studenten. Het afgelopen jaar heb ik les gegeven aan 1200 studenten in totaal. Dat is echt heel veel van deze collegezalen vol. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. En studenten vinden het meestal ook best wel leuk om van mij les te krijgen. Dat komt natuurlijk ook omdat ik heel veel onderzoek doe wat ze heel interessant vinden. Bijvoorbeeld over liefde. Daarnaast doe ik ook heel veel andere dingen. Ik geef heel graag presentaties voor mensen die geen wetenschappers zijn of geen studenten, maar die gewoon mensen zoals jullie misschien, veel van jullie, die niet zoveel te maken hebben met universiteit of wetenschap.
vind het namelijk heel erg belangrijk dat wetenschappers ook een beetje buiten de universiteit komen. En vertellen wat ze dan allemaal doen in hun onderzoek en waarom dat zo belangrijk is. Dus daar vertel ik ook over in bijvoorbeeld podcasts. En ik werk ook mee aan televisieprogramma's. Een paar jaar geleden heb ik 3 seizoenen lang meegedaan aan een televisieprogramma die jullie misschien wel kennen, of misschien je ouders wel. Het heet Married at First Sight. Het is een programma van RTL 4. Best wel een raar programma eigenlijk, want dat betekent dat mensen die geen relatie hebben, die worden gekoppeld door experts. Ik was een van die experts. En dan gaan ze elkaar ontmoeten en bij hun allereerste afspraakje gaan ze met elkaar trouwen. Dat is het programma. Dat heet Married at First Sight. Daar heb ik 3 seizoenen aan meegedaan. En nu doe ik dat inmiddels niet meer. Maar nu werk ik aan een ander televisieprogramma. Heel anders. Dat heet Wie denk je wel dat je bent? Dat is een programma op NPO 1. En dat wordt weer uitgezonden vanaf september. En daar ben ik er ook weer bij. En dat is een wetenschapsprogramma. Dus daar ga je van alles leren over wetenschap. Nou, ik wilde jullie laten zien dat wetenschappers niet alleen maar op de universiteit hoeven te blijven. Maar dat ze ook nog heel veel andere dingen kunnen doen die heel leuk zijn. Nu gaan we echt beginnen met dit kindercollege over samenspelen. Nou, heb ik als eerste een vraag voor jullie. Nou, vooral voor de kinderen, maar volwassenen mogen ook gewoon antwoord geven. Mijn vraag aan jullie is, hoe speel je het liefst? Speel je het liefst alleen of speel je het liefst samen met anderen? En dan snap ik dat je misschien denkt, soms wil ik alleen spelen en soms wil ik met anderen. Maar als je erover nadenkt, als je echt eentje moest kiezen, wie zou dan kiezen, ik speel het liefst alleen? Oké. Okay. En wie zou er dan kiezen, ik speel het liefst samen met anderen? Zien jullie dat verschil? Ik heb nu een onderzoek met jullie gedaan, zie je dat? En dit onderzoek zou ik wel significant noemen, dat zouden wetenschappers zeggen. Dat betekent dat er een duidelijk verschil is tussen de ene en de andere groep. De groep van mensen die alleen wil spelen is kleiner dan de groep van mensen die samen met anderen wil spelen. En dat is iets wat we heel vaak zien. Dat wil niet zeggen dat er iets mis met je is als je graag alleen speelt. Absoluut niet. Dat is gewoon een verschil in voorkeur. En alleen spelen kan heel erg fijn zijn. En dat kan echt een hele fijne manier zijn om tot jezelf te komen. En ja, dingen te doen die je echt leuk vindt en echt interessant vindt. Zonder dat andere mensen je daarmee lastigvallen. Dus dat is echt helemaal prima. En alleen spelen heeft ook heel erg veel voordelen. Voor jezelf, om jezelf te ontwikkelen. Maar samenspelen heeft dat ook. En daar gaan we vandaag over praten. We gaan praten over samenspelen. En om daar iets meer over te vertellen, wil ik even teruggaan in de tijd. Best wel ver terug in de tijd. Namelijk naar 1958. Dat is echt heel erg lang geleden. Toen waren jullie ouders waarschijnlijk nog niet eens geboren. Moet je nagaan. Dat was het moment waarop er een bioloog was. Je ziet hem hier in het scherm. Harry Harlow heette deze bioloog. En die ging onderzoek doen bij aapjes. En hij deed dit onderzoek omdat hij een idee had. Een heel origineel idee. Hij dacht namelijk dat het voor aapjes belangrijk was om samen te zijn met hun moeder. Dan denken jullie misschien, hoezo is dat een belangrijk idee? Het is toch heel logisch dat aapjes graag samen willen zijn met hun moeder? Nou, in die tijd was het onderwerp liefde of relaties, zelfs de relatie met je moeder, was eigenlijk nog helemaal niet onderzocht. Daar werd eigenlijk niet echt over nagedacht door wetenschappers. Er werd gewoon gedacht, wat is belangrijk voor dieren, wat is belangrijk voor mensen? Nou, dat we voeding hebben, dat we het drinken hebben, dat we een veilige slaapplek hebben, dat we het warm genoeg hebben. Maar het belang van anderen om ons heen, zelfs familieleden, was tegen die tijd nog helemaal niet onderzocht. En Harry Harlow dacht, ik ga dat onderzoeken. Ik ga onderzoeken wat er eigenlijk gebeurt met aapjes op het moment dat ze helemaal alleen opgroeien. Zonder moeder, zonder vader, zonder broertjes en zusjes. Klinkt best wel zielig, toch? Dat was ook best wel zielig eigenlijk in dat onderzoek. Want in dat onderzoek zag Harry Harlow dat die aapjes die helemaal alleen waren, dat die eigenlijk heel verstoord gedrag lieten zien. Ze konden zich helemaal niet goed ontwikkelen. Ze waren heel ongezond. En ze konden ook nooit wennen aan contact met leeftijdsgenootjes of met andere aapjes. Dus ze werden eigenlijk een beetje verpest voor altijd als ze helemaal alleen waren vanaf hun geboorte. Dus echt heel zielig onderzoek. Ook onderzoek wat niet ethisch is, zullen we dat nu noemen. Dus je mag dat onderzoek eigenlijk helemaal niet doen, omdat je zoveel schade toebrengt aan die dieren. Maar dat was wel een hele belangrijke conclusie van dit onderzoek. Namelijk, samen zijn met je moeder is heel erg belangrijk. En hij heeft dit onderzoek in heel veel verschillende variaties gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld ook een onderzoek gedaan waarin aapjes mochten kiezen. Wil je samen zijn met
een moeder, ik probeer te pointen, maar dat lukt niet, met een soort van nepmoeder die je melk geeft. Dat zie je hier aan de linkerkant. Zie je dat op het beeld is een soort van fles met een, nou ja, een soort van bedraden moederfiguur. Of wil je samen zijn met een moeder die geen melk geeft, maar die wel heel erg warm en knuffelig is. En als die aapjes mochten kiezen tussen die twee nepmoeders, dan kozen ze voor de moeder. Wat denken jullie? Wie kozen ze? Kozen ze voor de moeder die melk geeft? Of kozen ze voor de moeder die warm en zacht en knuffelig was? Ja, jullie zouden het ook wel kiezen, toch? Ik zou ook kiezen voor die knuffelmoeder. Natuurlijk, als ze dorst hadden of honger, gingen ze wel even drinken bij die bedraden moeder. Maar daarna gingen ze weer heel snel terug naar die warme en knuffelige moeder. En die aapjes die opgroeiden zonder echte moeder, maar wel met een warme en knuffelige nepmoeder, die deden het later in hun leven ook wat beter. Dus die waren iets beter beschermd tegen die, ja, die slechte invloed eigenlijk van helemaal alleen zijn. Ik vertel dit onderzoek omdat dit eigenlijk het allereerste moment was dat wetenschappers ontdekten, hey, dat samen zijn met anderen is heel erg belangrijk. En als dat belangrijk is voor apen, is het misschien ook wel belangrijk bij mensen. En daarna is er heel veel onderzoek naar gedaan en was keer op keer de conclusie, ja, samen zijn is super belangrijk, ook voor mensen. En dat weten we misschien ook wel, ja, een beetje uit ervaring. We zien bijvoorbeeld als mensen heel slecht gedrag vertonen, dan is er heel vaak een straf om mensen buiten te sluiten. Dus om ze bijvoorbeeld, in een heel extreem geval, als mensen echt criminelen zijn, dan worden ze natuurlijk in de gevangenis geplaatst. Dan worden ze buiten de samenleving geplaatst. En dat is helemaal niet fijn. En er bestaan zelfs gevangenissen waarin je helemaal afgesloten bent. Dat is niet in Nederland hoor, maar dat is in bepaalde landen, ook bijvoorbeeld nog in de Verenigde Staten, waarin je helemaal alleen bent, in een isoleercel noemen ze dat, zonder dat je ooit iemand anders ziet. Nou, de gevangenen die in dat soort gevangenissen zitten, daar gaat het echt heel slecht mee. Die gaan hallucineren, dat betekent dat ze allemaal dingen, waanbeelden voor zich gaan zien. En die voelen zich heel slecht en die worden ook ziek. Dus als mensen helemaal alleen zijn zonder anderen, is echt heel erg slecht voor ons. Het voelt ook niet fijn. Dus misschien heb je ook wel eens als ouders, ik ben zelf ook moeder, trouwens ook belangrijk om te weten. Ik ben moeder van 3 kinderen, 3 jongens. En die jongens zijn engeltjes. Natuurlijk niet altijd. Dus soms dan probeer ik die jongetjes een beetje discipline bij te brengen als ze iets doen wat niet mag. En dan zeg ik bijvoorbeeld, nou, ga maar even in de hoek van de kamer staan. Ga maar even nadenken over wat je hebt gedaan. Andere ouders hebben dit misschien ook wel eens geprobeerd. En de reden dat we dat doen is, we willen heel even een beetje afstand van ze hebben, omdat ze even kunnen kalmeren. En dat vinden kinderen helemaal niet leuk. Want ze willen heel graag samen zijn met de groep. We weten ook dat bijvoorbeeld bepaalde straffen die ouders vroeger wel eens gaven, bijvoorbeeld door kinderen echt, weet ik veel, in de kelder op te sluiten of zo. Nou, ik hoop dat je ouders dat niet doen, want dat is niet echt goed voor kinderen. En dat voelt echt heel rottig. Maar zelfs al een beetje je afscheiden van anderen, dat voelt al niet heel erg lekker voor ons. We willen heel graag erbij zijn. We willen heel graag samen zijn. En we weten ook dat als je dat niet bent en je bent niet bij anderen, ja, dan voel je je gewoon niet zo gelukkig. Bijvoorbeeld als je in de klas zit en je hebt het gevoel, hey, er zijn eigenlijk niet echt andere kinderen die met mij spelen. Dat voelt heel rot voor kinderen. En misschien heb je dat zelf ook wel eens ervaren. Dat je denkt, hey, ik kan eigenlijk nu met niemand spelen. Dat is een heel vervelend gevoel. En natuurlijk, we hebben allemaal afgelopen tijd, jaren, gelukkig is het achter ons nu, te maken gehad met dat we afgescheiden werden van onze vriendjes en vriendinnetjes door corona. Zaten we naar dat stomme computerscherm te kijken, was ook helemaal niet goed voor kinderen. En we zagen ook dat het dus daarna, ja, dat het niet zo goed ging met de gezondheid en het gevoel van gelukkig zijn van kinderen. Dat komt dus allemaal omdat we zo graag samen willen zijn met anderen. Nou, als je samen bent met anderen, je hebt bijvoorbeeld vriendjes om je heen, en je hebt een fijn gezin waarin je op kan groeien, ja, dan heeft dat dus heel erg veel goede gevolgen voor jou. Dus ik hoop heel erg dat dat voor jou geldt. Dat je het gevoel hebt van, nou, ik heb echt wel best wel een paar leuke vriendjes met wie ik kan spelen en ik heb het gezellig thuis. We weten, als dat zo is, dan heeft dat veel psychologische voordelen. Dus dat is eigenlijk hoe je je voelt in je hoofd. Je bent meer tevreden met je leven. Je voelt je gelukkiger, blijer. Je hebt meer succes op school ook, dus je doet het beter op school. En ja, je hebt gewoon, in het algemeen voel je je gewoon lekkerder in je vel. Gaat het beter met je. En ook, en dat is ook wel interessant, en iets wat veel van mensen niet weten, als je veel vriendjes hebt, of je hoeft niet eens echt veel vriendjes te hebben trouwens hoor, 1 of 2 vriendjes is echt ook helemaal voldoende als je het gevoel hebt van, er zijn kinderen met wie je kan spelen. En ja, ik voel me goed bij mijn familie, dan ben je minder vaak ziek. En het is zelfs zo dat als jij besmet wordt met een virus, dus stel je voor je wordt blootgesteld aan een virus, corona bijvoorbeeld, of een ander griepvirus,
dan word je daar minder snel ziek van als jij veel sociale contacten in je omgeving hebt. Mensen om je heen die goed voor je zorgen en bij wie je je fijn voelt. Dus het heeft echt ook gevolgen voor ja, hoe vaak je ziek wordt, echt ziek wordt. En je leeft zelfs langer. Mensen met veel fijne sociale contacten leven langer. Dus ja, heel erg belangrijk om je fijn te voelen en het gevoel te hebben dat anderen bij jou zijn. Nou, laten we nu gaan praten over samen spelen. Want we weten nu dus dat het heel belangrijk is om vriendjes te hebben en fijne contacten te hebben met je familie. Maar samen spelen met je vriendjes, ja, dat heeft dus ook heel erg veel voordelen. Want als je samen speelt met je vrienden, dan word je socialer. Misschien wel een beetje logisch, toch? Je speelt met andere vriendjes en dat betekent dat je vervolgens ook ja, beter om kan gaan met sociale situaties. Dus je wordt eigenlijk een sociale persoon. Je wordt er ook slimmer van. Je ontwikkelt echt, ja, noemen ze de cognitieve vaardigheden. Dus ja, je wordt eigenlijk intelligenter als je samen speelt. Je wordt creatiever. Ik ga nog even door. Je wordt flexibeler. Je moet je namelijk ook vaak aanpassen aan andere kinderen op het moment dat jij aan het spelen bent. Je kan niet altijd je zin krijgen, dus ja, je moet jezelf soms een beetje aanpassen. Je leert onderhandelen, creatieve oplossingen krijgen. Als je bijvoorbeeld een spel wil doen, de een heeft er geen zin in, de ander wil het wel. Ja, dan moet je toch samen tot een oplossing komen. Dus dan ga je met elkaar in gesprek. En op die manier leer je echt ook omgaan, later in je leven, met moeilijke situaties. Dus het is een soort van training om later goed om te gaan met relaties. En je leert ook omgaan met emoties. Emoties van jezelf, als je bijvoorbeeld boos bent op een vriendje of teleurgesteld. Maar ook emoties van anderen. Want soms doe jij misschien ook iets in een spel wat andere kinderen niet leuk vinden. En dan merk je dat kinderen boos op jou worden en zeggen, hé, dat was niet de regel. En dat voelt op dat moment best wel rot. En dan denk je, hé, Getver, ik krijg een heel vervelend gevoel van binnen. Maar juist dat soort gevoelens in een spel is een heel goede manier om te wennen aan het feit dat soms mensen boos op je zullen zijn in je leven. En dat is niet erg, dat hoort er gewoon bij. Ook al is het best wel een rottig gevoel op dat moment. Het is goed om daar af en toe aan te wennen. En als het in een spel is, is het hopelijk niet zo heel erg groots of een heel belangrijk moment. Al voelt het vaak wel zo hoor, als iemand anders boos op je is. Maar je kan dan oefenen om te gaan dus met die best wel lastige gevoelens en emoties. Dus samenspelen heeft heel erg veel voordelen. Nou, nu is het zo, ik heb dus ook gezien, er zijn sommige kinderen die ook graag alleen spelen. En dat is ook helemaal prima, maar toch zou ik je willen uitnodigen, als jij graag alleen speelt, ga wel eens proberen om toch ook samen met anderen te spelen. Want op die manier ontdek je ook wie je zelf bent. Je ontdekt waar je goed in bent. Je ontdekt hoe andere kinderen jou zien, dus wat ze van je vinden. Of je graag de leiding neemt of juist een beetje kijkt hoe andere dingen aanpakken. Dat is best wel interessante informatie over jezelf. Dus ga dat maar eens uitproberen. Ik wil daarbij wel nog wat dingetjes zeggen. Namelijk ten eerste, het is natuurlijk wel belangrijk dat je er zin in hebt. Als je denkt, ja, ik zit hier echt niet op te wachten, dan heeft het ook geen zin. Dus je moet wel zorgen dat je er een beetje zin in hebt om dat spel te gaan doen. Het spel moet natuurlijk ook leuk zijn, ook voor de anderen die in het spel zitten. En variatie is ook belangrijk. Dus als jij bijvoorbeeld altijd met dezelfde kinderen hetzelfde spel doet, daar leer je veel minder van dan als je soms een keer met een ander kindje gaat spelen. Of een heel ander soort spel gaat doen. Dus soms gamen is prima, maar ga ook eens een keer buiten spelen. Of muziek maken samen, of noem maar op. Dus probeer ook af en toe nieuwe dingen uit. En vanavond is daar trouwens de uitgelezen kans voor, want in dit festival zijn echt superveel hele vette dingen te doen. Dus je kan het gelijk gaan uitproberen zometeen na afloop van de kindercolleges. Kun je gaan kijken van, hey, op welke manier kan ik een spel gaan doen. Nou, wat ik wel belangrijk vind is dat je onthoudt dat je ook een beetje op zoek kan gaan. Wat voor soort spel past nou bij mij? En waar voel ik me fijn bij? Maar daarnaast is het ook soms leuk om iets te doen wat een beetje nieuw is. En waarvan je misschien denkt, vind ik best wel spannend om te doen. En de reden dat je dat misschien zou kunnen doen, heeft met het volgende verhaal te maken. Lees maar eens mee. Dit is een artikel wat in de krant stond een aantal jaar geleden. Het ging over Joey. Die had een date met Julia. En zij gingen samen naar de kermis. En hier zie je wat er gebeurde. Joey Jongendijk had meteen door dat het mis was. Een elastieke koord van de katapultachtige attractie Air Race Bungee. Nou, je ziet het hier. Heb je misschien wel eens gezien op de kermis. Zo'n echt dood. En ik weet niet, wie van jullie is daar wel eens in geweest? En zo'n, oh, jullie zijn zo dapper. Ik niet hoor, dat is echt niks voor mij. Maar Joey ging daar dus in samen met zijn date Julia. En dat vind ik al heel erg stoer. En toen vervolgens gebeurde er ook nog iets
wat echt mijn nachtmerrie is, namelijk één van die koorden knapte. Stel je voor, je zit daarin en hier zie je Joey en Julia, ze houden dat koord vast in hun handen. Echt, natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Ze hebben het gelukkig allemaal overleefd. Hadden alleen een paar kneuzingen en een beetje schaafwonden, maar verder zijn ze helemaal oké. En er gebeurde iets heel interessants, namelijk Joey en Julia kregen verkering. Wat? Dat is een happy ending hè, voor Joey en Julia. En dat is niet helemaal toevallig dat het gebeurde na deze ervaring. Want we weten namelijk dat als jij samen iets heel erg spannends gaat doen, dat het kan zijn dat je verliefd wordt op elkaar. En dat is gebleken al uit een heel oud onderzoek. Iets minder oud dan het onderzoek bij die aapjes, maar toch nog steeds best wel oud, 1974. Dit onderzoek is uitgevoerd in een natuurpark in Canada, waarbij er willekeurige voorbijgangers over een brug liepen. En ze liepen ofwel over best wel een stabiele, veilige brug, of ze liepen over een hele beroemde, doodenge brug. Die, zeg maar, als je er overheen loopt, wiebelt die heen en weer. En het gaat over een ravijn. Het is echt supereng. En na afloop van die brug stond daar iemand op ze te wachten. Dat was namelijk best wel een knap persoon. En die zei, nou, ik ben een onderzoeker en wil je wat vragen beantwoorden? Nou, dat ging die persoon doen. En ook nog, hey, hier is trouwens mijn telefoonnummer. Als je wil, mag je me nog bellen. En dat was waar die onderzoekers geïnteresseerd in waren. Namelijk, van die voorbijgangers, hoeveel van die voorbijgangers zijn geïnteresseerd in die persoon en ja, willen eigenlijk meer weten over die knappe persoon van die vragenlijst. Nou, hier zie je de resultaten. Hier zie je dat als deelnemers over die hele wiebelige brug waren gelopen, was er een veel grotere kans dat ze gingen bellen naar die knappe onderzoeker. En dat was niet met vragen over het onderzoek. Dat was met vragen over, hey, ik vond je eigenlijk best wel knap. Vind je het misschien leuk om een keer samen af te spreken? En dit was het eerste signaal dat als je iets spannends doet, dat de kans groter is dat je verliefd wordt of verliefde gevoelens krijgt. Nou, later is dat nog op heel veel meer manieren onderzocht. Rit je de achtbaan, vergroot de kans dat je verliefd wordt. Samen sporten, samen echt jezelf in het zweet werken, vergroot de kans dat je verliefd wordt. Naar een horrorfilm gaan, een hele enge film, kan je beter doen dan naar een romantische comedy, als je wil dat iemand verliefd op je wordt. Ik hoop dat de volwassenen ook goed meeluisteren hier, want dat is je volgende date. Dus iets spannends. Of ja, samen berg beklimmen, echt iets doen wat je denkt, oh, dit durf ik helemaal niet. Is een hele goede manier, ook als je al een relatie hebt, ouders. Heel goed om met je partner dit soort dingen te doen. Want dan gaat het vuur weer wat een beetje opbloeien tussen jullie. En dan wordt het een hele leuke avond. Dus dat is mijn advies aan jullie. Nou, hoe komt dat nou? Je krijgt het gevoel van ja, spanning, wordt een beetje nerveus. En dat geeft je een heel opgewonden gevoel in je buik. En dat verwarren we soms een beetje met verliefd zijn. Daarbij is het ook in dat soort spannende omstandigheden, moet je elkaar ook vertrouwen. Je moet een beetje op elkaar durven leren vertrouwen. En nou ja, dan merk je eigenlijk dat je elkaar misschien wel heel erg leuk vindt. En dan kunnen dus ook echt verliefde gevoelens ontstaan. Nou, misschien ben je er nog lang niet aan toe, maar houd het in je achterhoofd voor de toekomst. Nou, mijn conclusie voor vandaag, voor jullie college, is samen zijn is gezond. Samen zijn met je familie, met je vrienden, een fijn gevoel hebben bij elkaar is echt heel erg gezond. Samen spelen leert je heel erg veel. En als je samen iets spannends doet, word je soms verliefd. Dat was het. Dank jullie wel. Nou, ben ik heel erg benieuwd, want we hebben nog 5 minuutjes. Ik ben heel erg benieuwd of jullie misschien vragen hebben voor mij. Misschien vragen over het onderzoek, vragen over mijn werk, vragen over... Noem maar op. Je mag me alles vragen. Ik vind niks gek. En ik ben heel erg benieuwd of jullie nog iets willen weten. Ik zie een vinger, yes. En dan ga ik iets heel erg cools doen, namelijk. Ik ga dit ding naar jou gooien. Nou, ik kan helemaal niet gooien, dus het wordt echt heel grappig. Let op. Jij kan wel vangen. Oh jee. Jij had hem gevangen als ik goed had gegooid, dat weet ik wel zeker. Oké. Ja, je kan gewoon bovenin praten. Waarom vertelt u dit eigenlijk? Bent u verliefd geworden door een attractie? Oh, wat een goede vraag. Deze vraag heb ik nog nooit gehad in mijn leven. Dankjewel. Nou,
Ik ben zelf even nadenken of ik een keer verliefd ben geworden in een attractie. Ik geloof het niet. Ik ben wel een keertje verliefd geworden, echt verhaal, toen ik in de trein zat. En die trein, die stopte ineens heel hard. Iemand had aan een noodrem getrokken. We wisten allemaal niet waarom. En het was best wel een beetje een spannende situatie, want iedereen keek om zich heen. En die trein stopte heel, heel erg snel. En toen zat ik dus bij iemand, zeg maar, in zo'n vierzitje. En toen raakten we aan de praat en toen hebben we nog wel een paar keer een date gehad. En ik denk dat het misschien wel kan komen, omdat we dus samen iets best wel spannends hadden meegemaakt in die trein. Dus ik denk dat het misschien ook daarom dat ik het wel heel erg interessant vind. Ja, goeie vraag, dankjewel. Heeft iemand anders nog een vraag? Ja, hij mag naar achter. Kan jij hem gooien ook? Nice! Veel beter dan hoe ik deed, ja. Wanneer heb je dus eigenlijk verzonnen om... wanneer had je dus eigenlijk het idee dat je verliefd was? Wanneer ik dat idee had dat ik verliefd was? Ja, welk jaar? Hoe oud ik toen was, bedoel je? Ja. Nou, ik denk dat ik was, denk ik, een jaartje of 12. Ik weet het denk ik nog best wel goed, want ik zat toen net op de middelbare school. En tot de basisschool had ik ook wel eens al verkering gehad, moet ik zeggen. Ik had al wel eens verkering gehad, maar ik denk dat ik toen nog niet echt verliefd was. Het was gewoon iemand die ik heel aardig vond. Maar toen op de middelbare school, toen ik het eerste jaar van de middelbare school... Toen ja, voelde ik dus echt ook in mijn buik dat ik echt helemaal een beetje zo zenuwachtig en een beetje misselijk was. En ja. Is dat een goed antwoord op je vraag? Ja. Ja? Oké. Okay. Persoonlijke vragen hier hoor. Jongen, jongen, mijn hele datingleven gaat. Ja. Ik wil gewoon Jamie. Wie durft? Gooi maar. Hij kan wel tegen een stootje. Go! Woe! Oh! Nou, als hij kapot kan, weten we dat nu. Yes! Goed zo. Hoe lang doet u dit werk al? Oh, ook een goede vraag. Nou, ik ben in 2006. Echt heel lang geleden, hè? Even nadenken. Dat is dus bijna 17 jaar geleden. Bestonden jullie allemaal nog niet. Toen ben ik begonnen met onderzoek doen naar liefde en verliefd zijn en zo. Dus dat is echt al heel lang. Ja. Volgende. Dankjewel. Wat is je lievelingste aan je werk? Nou, ik weet wel, het allerlievelingste aan mijn werk is op dit moment met jullie praten. Want dit vind ik echt fantastisch. Nou, ik denk wel echt, het allerleukste vind ik dus dingen vertellen over wat we weten uit onderzoek van wetenschappers. Want onderzoek is eigenlijk super interessant en leuk. En als ik dan merk dat anderen dat ook leuk vinden, word ik helemaal blij. Dus vind het leukste om erover te vertellen. Ja. Oh, nog één vraag. Oh, vreselijk. Ja, gooi maar naar iemand waarvan je denkt, die heeft echt een leuke vraag. Hoe vond je het op nationale tv te komen? Op tv komen, dat vond ik wel heel erg spannend. Maar eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ik vond het leuk omdat ik dus op die manier heel veel mensen kon vertellen over mijn werk. En het was heel leuk, want ik kreeg hele mooie make-up op. En er was zo'n mevrouw die mijn haar heel mooi ging maken en zo. Dat vond ik ook heel leuk, ja. Oké, okay. Ik vrees... Nog eentje, maar jullie zitten hiervoor. Ik ben zo benieuwd. Ik ga gewoon mijn microfoon hier aan jou geven. Na een avondje, u zei dat een avondje dan wel wat vuriger wordt. Wordt het plezier van de seks dan ook groter? Wow. Een 18-plus vraag dit. Ja, ja. Laat ik er verder niet over uit. Het antwoord is ja. Ja, oké. Okay. Nou, dan wat hij zo kort was, ga ik jou ook nog even de microfoon geven. Want ik ga gewoon een beetje vals spelen. Hoe ben je... Hebben ze eigenlijk wel dat echt draad van dat ding vast? Ja, op die foto. Je bent heel kritisch. Je denkt, is dit fake news of niet? Nee, het is echt waar. Ze hebben echt dus... op dat moment hebben ze een foto gemaakt bij die Air Race Bungee, bij dat ding. En toen zaten ze daarnaast. Ze hadden dat koord vast. En dan zijn ze mee op de foto. En dus dat was wel echt waar. Ja. Leuke vraag. Oké, nou, ik wil eigenlijk nog uren met jullie doorpraten. Maar dat willen
mijn collega's ook. Dus blijf lekker zitten, want er is nog gewoon een wetenschapper die ook heel interessant onderzoek gaat vertellen. Waar je dan ook weer vervolgens heel veel leuke vragen kan stellen. Heel erg bedankt dat jullie hier waren. En als je nou meer over mij wil weten, kan je ook volgen op Instagram. En dan kan je zien wat ik allemaal doe. Dus als je op Instagram zit, volg me. Dank jullie wel. Doei. Veel plezier nog vanavond.